Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik met jullie een aantal perspakketjes unboxen. Ik heb de laatste tijd heel erg veel verschillende perspakketjes ontvangen met allemaal nieuwe producten die in de winkel komen of net in de winkel zijn. En het leek me leuk om deze aan jullie te laten zien. Ik ontvang deze perspakketjes omdat ik een blog heb. Ik sta ingeschreven bij verschillende PR-bureaus. En om te reviewen ontvang ik verschillende pakketjes. En ik ga met jullie nu beginnen met een aantal pakketjes die ik de afgelopen tijd heb ontvangen. En ik begin met deze van Art Deco. En deze heb ik volgens mij vorige week ontvangen. En hier zit dan de lentecollectie in. Het ziet er altijd heel erg leuk uit met het papiertje en zo. Super leuk. En hier zitten een aantal nieuwe producten in. Ik heb het zelf allemaal al gezien, dus ik weet zelf wel wat erin zit. Maar ik vind het wel leuk om jullie nog even te laten zien. Maar het is dus geen verrassing meer voor mij ofzo. Als eerst deze lipstick. En het is de Perfect Matte Lipstick in de kleur 165 Rosy Kiss. En dit is dus een matte lipstick. Ik vind de kleur heel erg mooi. Ik kan trouwens nog niet alle producten swatchen of mijn mening over geven, omdat ik veel producten nog niet heb getest. Maar deze heb ik al gefotografeerd, dus bij deze kan ik het wel laten zien. Want alle reviews komen uiteraard op mijn blog. En dit is dus een swatch. Ik vind hem heel erg mooi. Ik heb hem nog niet echt gedragen op mijn lippen, dus ik weet nog niet zo goed hoe hij mij staat. Maar hier ben ik wel echt super benieuwd naar of die ook echt heel fijn gaat zijn. Daarbij zit ook nog deze lip liner en dit is de Invisible Lip Styler Long Lasting. En dit is dus een lip liner die je onder je lippenstift kan dragen. Zodat het wat langer blijft zitten, maar ook niet dat de lipstick uit gaat lopen. Dan zitten er ook nog 4 losse oogschaduws in. Ja, je kunt het een beetje slecht zien, want ik kan ze ook een beetje slecht vasthouden zo. Maar dit zijn dus losse oogschaduws die je in los paletje kan gaan doen. En ze zien er allemaal heel erg leuk en fris uit. Ik ga er trouwens inderdaad een beetje snel doorheen. Anders wordt de video super lang als ik over elk product heel lang ga praten. Maar het volgende product wat ik in mijn hand heb is ook een soort oogschaduw. En dit is de Art Deco Eye Designer. En ik vind het een heel gek product. Want ik heb dus nu hier 2 kleurtjes erbij ontvangen. Dit is dus een blauwe en een grijze. Het is dus heel gek. Het is dus als het ware een soort sponsapplicatortje met een kleur. En hier komt dus je oogschaduw vanaf. Lijkt me super handig in gebruik. En dit is dus een hele mooie taupe-achtige kleur. Hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ik heb zoiets echt nog nooit gezien met zo'n sponsapplicatortje. Dan heb ik nog een heel erg leuk pakketje van MUA, oftewel Makeup Academy. En daarin zat onder andere dit hele leuke palet. Dit is de Rhapsody palet. En dit is voor het gezicht en je ogen. En hier zitten dus heel veel verschillende oogschaduws in, zoals je hier kan zien. Maar ook een mooie bronzer en een mooie highlighter. Verder zat er ook nog dit Bronze and Sculpt Contouring Kit in. En ik vind deze er zo mooi uitzien. De verpakking vind ik super tof. Staat er ook op MUA Luxe. Dus ik vind het ook echt een hele toffe luxe verpakking. Maar dit is dus een bronzer en hieronder zit dus eigenlijk nog een product. En zoals je ziet zit er ook een heel handig spiegeltje in. Dus ja, ik ben nu weer heel erg benieuwd naar. Ik denk eerlijk gezegd dat misschien dat deze kleur wat te donker voor mij is. Maar dat zullen we snel gaan zien. En verder zat er nog een mascara bij. En dit is de Divine Volume Align Mascara. Hebben jullie trouwens ook altijd dat je op zulke soort verpakkingen als mascara tekst horizontaal en vertical hebt staan? Dat je even niet meer weet in wat voor volgorde je moet lezen. Want hier staat dan I. En moet ik dat dan eerst lezen? En hoe willen ze dat ik lees? Dat heb ik echt zo vaak. Maar dit is dus een mascara. En niet zomaar een mascara, maar er zit ook een oogpotlood bij. Ik probeer het voorzichtig open te... Oh, dat is denk ik niet de bedoeling. Dit is dus het oogpotlood. Dan heb je hier de mascara. Echt super handig om mee te nemen, lijkt mij. Het is wel een heel erg simpel mascaraborsteltje, maar dat zegt natuurlijk nog niks. En hier ben ik ook heel benieuwd naar. En het laatste product wat in het pakketje zat was deze Pro Base met de Fine Fixing Mist. En dit is dus een spray en die kun je dan zo over je gezicht heen sprayen. En dan zorgt het ervoor dat je make-up langer blijft zitten. Hiervan gaan jullie binnenkort snel een review vinden op mijn blog. Dan heb ik nog een pakketje van het merk Miss Sporty met 3 nieuwe producten. Allereerst deze mascara. Dit is de Fabulous Lash Stretch It Mascara. Ja, een mascara die zorgt voor lengte. Ik heb hem nu ook op. En het borsteltje ziet er heel erg standaard uit eigenlijk. Heeft een klein beetje een zandloper effect. Maar ik dacht, het zal wel een standaard mascara zijn. Maar ik vind het effect wel heel erg mooi. Hij geeft echt super veel lengte. En dat vind ik heel erg fijn. En verder zat er nog de Studio Lash Color Eyeliner in. En ik dacht in eerste instantie dat het een soort eyeliner was. Maar het is dus de eyeliner in de kleur van de dop.
echt super tof. Het is een hele felle blauwe kleur zoals je kan zien. Ik vind mijn sporty eyeliners altijd heel erg fijn. Dus ik verwacht ook een klein beetje dat ik deze wel fijn zal vinden. Maar ja, ik zal hem binnenkort zeker gaan gebruiken. En als laatste heb ik nog een leuk nagellakje. En dit is de Clubbing Color 1 Minute Quick Dry nagellak. En in een hele toffe kleur. Oh, gebeurt mij ook heel vaak. Maar ik heb hem in ieder geval nu al op. Het is een heel erg zomers fris kleurtje. Ik vind hem wel erg leuk. En ik kan er dus ook al wat over zeggen, omdat ik hem al heb gebruikt. Ik vind het kwastje super fijn trouwens. Die is heel stevig met afgeronde hoekjes. Doet me echt super erg denken aan lakjes van Essie. Hij brengt super makkelijk aan en hij droogt ook heel snel. Maar voor de rest ben ik er tot nu toe wel over tevreden. Maar ik heb hem net gisteren aangebracht, dus ik kan natuurlijk nog niet heel veel zeggen over de houdbaarheid. Dan ontving ik eergisteren weer een pakketje van Art Deco. Heel plotseling. Deze had ik niet zien aankomen. Maar dit is dus met de zomercollectie. Er zitten hele leuke producten in. Dit is dan het persbericht. Maar dit is echt een super zomerse product. Ik zal beginnen met het meest zomerse product naar mijn idee. Namelijk deze blush. En de verpakking vind ik zo mooi. Je kan het wel een beetje zien. Een beetje dat reflecterende. Of ja, hoe je het ook zegt eigenlijk. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je dit noemt. Super mooi in ieder geval. En dit is dus een blush. Maar hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik vind hem er super mooi uitzien. En voor de rest zit er ook nog dit hele bijzondere product in. Dit is namelijk de Golden Bronze Oil Drops. En ja, dit kun je volgens mij gebruiken op je gezicht, maar ook op je lichaam. Deze moet je dan, niet vergeten, goed schudden. En dan kun je een paar druppeltjes op je huid aanbrengen. En deze kun je dan uitsmeren. En dit is dus echt een olie die zorgt voor een glansje en een heel, heel klein glittertje. En hij voelt heel erg goed, hij voelt heel erg zacht aan. En het laat je huid heel erg gezond. Ja, ik verwacht niet dat je het echt kan zien, want eigenlijk zie je er niet zoveel van. Maar het laat je huid er heel erg gezond en natuurlijk uitzien. Maar het geeft echt een kleine glans en een kleine glitter. Het lijkt echt heel erg zomers. En het ziet er gewoon heel erg gezond uit. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En voor de rest zaten er ook nog twee lipsticks in. Ik weet de namen even niet uit mijn hoofd. Van de kleuren niet, maar ook van hoe de lipsticks heten. Het staat er namelijk nergens op. Alleen in het persbericht. En nee, dit zijn dus allebei twee hele bijzondere bruine kleuren. Bruin staat mij niet altijd, maar ja, wie weet. Misschien staat dit wel mij heel erg leuk. Dus ja, hier ben ik allebei nog wel benieuwd naar. En er zit nog één product in. En dit is de High Performance Eyeshadow Stylo 62. En dit is dus een oogpotlood. Een hele mooie zeegroene, zeeblauwe kleur. Heel bijzonder. Hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Leuk voor onder je oogschaduw of bijvoorbeeld in je waterlijn of zo. Ja, het ziet er in ieder geval heel erg tof uit. Dan ontving ik ook nog de Beautybox. Deze ga ik niet helemaal laten zien van inhoud. Dan moet je even kijken op mijn blog, want daar heb ik hem al geunboxed. Maar ik ga jullie wel een paar producten laten zien. Als eerst deze Anatomicals Body Cleanser. Dit is een hele lekkere douchegel. En achterop zit trouwens een hele leuke afbeelding met een bouquet rozen. Maar dan niet met rozen, maar met douchekoppen. Echt super grappig bedacht. En dan zitten er ook nog drie sampletjes in van Smile Lab voor wittere tanden. Om je tanden te bleken. Wil ik ook wel een keer proberen, want dat kunnen mijn tanden misschien wel gebruiken. Maar als je de rest nog wil zien, moet je even naar mijn blog gaan. De link staat hier in de beschrijving. En dan als allerlaatste heb ik nog drie verschillende lipsticks. En deze zijn van het merk NYC. En dit zijn de Get It All Lip Color Lipsticks. En ja, ze zijn er in heel veel verschillende kleuren en ik ontving er drie. Ik heb hier namelijk de kleur 300 Impressive. En de red in Impressive is dan met hoofdletters, omdat het natuurlijk rood is. En dit is dus een felrode kleur, zoals je hier wel kan zien. Ze zijn niet mat, ze zijn heel licht glanzend, maar ook niet extreem glanzend. Dan heb ik hier nog Extra Order Berry. Heel moeilijk om uit te spreken, omdat die kleuren dan weer zo benadrukt worden. Ik zal even de naam hier wel in beeld zetten, dan snap je in ieder geval wat ik bedoel. En dit is dus een hele mooie berry, donker rood. Een beetje aan een paarse kant. Echt heel bijzonder. En dan als laatste heb ik hier nog Pink Ditchous. Oh, dit is zo moeilijk uit te spreken. Maar dit is dus nog een hele licht roze kleur. Ik vind ze alle drie wel tof. Maar het zijn drie hele toffe kleuren. Ik heb ze al een aantal keer gedragen. En op zich bevallen ze tot nu toe wel aardig. Hiervan kunnen jullie ook binnenkort een review vinden op mijn blog.
En dit was het dan voor nu. Dit waren alle pakketjes die ik de afgelopen 2 weken ongeveer heb ontvangen. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Als je het leuk vond om te zien en het vaker wil zien, geef het even aan in de reacties of door middel van een blauw duimpje. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je natuurlijk de volgende keer weer. Doei!